Hallo mensen, het is weer tijd voor de servertour! Yay! Nou, start de intro! Hallo mensen van ProGames HD 2012. We zijn weer met de servertour. Lang geleden weer dat wij de servertour hebben gedaan. Nou, ik ga weer wat dingetjes aan jullie laten zien. Nou, dit is de spam. Nou, dat hebben jullie al gezien. Nou, we gaan een beetje naar de server. Nou, ik heb fly speed aangezet, dus ik kan wat sneller vliegen. Dus ben ik overal even wat sneller. Even kijken. We gaan de server een beetje rondkijken. Als het goed is, staat hier ergens mijn huis. Hier de pixel art Timo, die hebben we al gezien. Nou gaan we hier even rechtdoor. Doorlopen. Zie je? Die kan nou niet zo snel. Dat we surfen doordoen, het gaat wat iets langzamer. Nou, ik ben eventjes de weg kwijtgeraakt. Dus ik ga even terug naar Span. Dat kan een keer gebeuren. Maar zie ik zoek. Of als ik bij mijn huis zoek. Als het goed is moet ik dan die kant op. Ja, gelijk die kant op. Ja. Ik zie het al. Ja, hier is mijn huis. Ja, dit hebben jullie allemaal gezien. Ik denk dat jullie dit hebben jullie ook allemaal gezien. Dat is van gekke beershuis. Maar dit hebben we nog niet gezien. Hier, de Spleef Arena. Die is nieuw erbij. Zie, dit is onze Spleef Arena. Hoe vinden jullie onze Spleef Arena? Nou. Dit is de Spleef. Hier. Hier, kijk maar. We zijn nog bezig aan het onderhoud van de Spleef. We moeten nog een plugin instellen voor de Spleef. Dus dat je automatisch gaat spleeven daar. Nou, dit hebben jullie de vorige keer ook gezien. Allemaal. Dan zie je dit ook. Nou, hier zijn we al geweest. Nou, dit is nieuw erbij gekomen. Nou, we gaan even gewoon alles even lekker kijken. Op ons gemakje. We doen even geen fly speed aan. Dus zo, hier ga je dan, hier kom je binnen. Dus loop je zo trapje omhoog. Dan kan je hier de hekpoortjes open doen. Doe je wel dicht als je binnen loopt. Want je moet netjes opgevoerd zijn. Die deuren moeten ook dicht netjes. Zo, dit is een klein huisje. Het is nog niet ingericht. Weet je wat we inrichten? Oké, nee, dat moet de gebruiker zelf doen die hem gebouwd hebben, vind ik. Ga ik niet doen. Als je loopt hier gewoon door. Lekker doorlopen. Ja, we doen anders. We gaan even hier teruglopen. Kijken. Hallo. Lopen we hier naartoe. Zo. Zie je. Gaan we naar dit huisje kijken. Er zit hier een knop op. De deur kan niet open. Even zoeken in het lijstje. Gaan we zoeken. Knop. Die moet even eruit gooien. Knop. Even. Zo. Hier ook knop. Zo, kunnen we kijken. Hier taartjes, hier taartjes. U-box, als dat goed is. En over, zo weer. Over is het. Ja. Even kijken, kunnen we hier ook nog een knop op doen. Zo, dan moet je wel snel eruit lopen. Zo, dan ben ik eruit. Hier zitten wel knoppen op. Zo, hier binnen, wat is dit precies? Loop ik hier naar binnen. Zo, hier ook. Zo, dat zijn veel deuren. Dat is echt mooi gemaakt, dat is echt gaaf gemaakt dit. Nou zie je, gaan we hier verder. We gaan weer terug, dan zie je. Dan niet zoveel dingen om te laten zien. Zo. Deze knop ga ik ook veranderen, want ik heb gemerkt als ik die houten knop heb, blijft de deur langer open. Oh ja, hier is de houten knop. Zo, we doen even met van een hout. De deur blijft de deur langer openstaan, heb ik gemerkt met hout. Die niet. Zo. Hier heb ik nog altijd tijd om eruit te lopen, dus daarom. Dan lopen we hier door, hier bruggetje over. En dit hebben jullie ook allemaal gezien. Kijk, wat is dit precies? En ik laat gewoon alles zien, want ik weet niet alles, want ik heb dit niet zelf niet gebouwd. Dus nou. Dit lijkt me, wat lijkt dit me?
soort mannetje hebben ze gemaakt. Of zo'n standbeeld lijkt me. Nou, niet echt. Nou, dan gaan we hier doorheen. Hier kan ik gewoon met je handen open doen. Deze gelukkig. Dit is dan een soort gebouw. Kijken. Kun je hier naar boven kijken wat dit is. Even kijken. Staat het er ook op? Nee. Ga vragen een keertje wat het is. Ik weet niet precies uit mijn hoofd. Ik heb het zelf niet zitten maken. Nou. Dus. Dan lopen we hier weer uit. En dit is een soort klein fonteintje of zo. Denk ik hoor dan. Ik weet het zelf niet. Nou. Ik ga nu slash warps doen. Jullie mogen dat niet doen. Dus jullie mogen op die plek nog niet komen. Dus warp. Is nog geheime naam. Kan toch niet iedereen nog doen. Zo. Dan komen we naar het nieuwe plekje. Wat nieuw erbij is. Dan zie je. Hier gaan we even lekker naar boven. Trapje, trapje omhoog. Zo, hier naar boven. Nou, dus. Hier kan je dan weer naar beneden. Hier kan je lekker kijken. Dan zie je. Even kijken. Dan gaan we hier eruit. Het is eigenlijk een deur, want hij werkt precies. Is hier mooi gemaakt. Even kijken. Dan gaan we nu naar café. We gaan nu naar een cafeetje. Je chest verkoopt hij allemaal. Die verkoopt allemaal van een soort spul. Kijk. Verkoopt hij ook drank voor nachtlicht. Drank voor nachtzien blik. Kan je zo drinken. Dan kan je nacht zien. Als je dat opdrinkt. Dan is het nog lichter. Als je het opdrinkt. Dan zie je. Zo, deuren dicht. En dit is, wat is dit nou precies? Het is ook een winkel. Nou, hoe werkt dit precies? Nou, ook weer als je het open houden. Even kijken, het werkt iets. Hoe je het open moet doen, werkt het wel. Kijk. Weet je wat, doen we slaan nog even een raampje in. Dan kunnen we zo naar binnen. Zo. Dan maken we eraan. Oh, West, die vieze griever die je hebt. Ben je nou gewoon een raam aan het grieven? Van je eigen service. Van die netjes. Nee, geitje lolla. Nou zo. Kijk, nou hierboven. Zie je dat? Kom. Ik moest de raam inslaan. Want hier zit de hendel waarmee de deur open gaat. Dus zo gaat hij dus dan open. Nou, ik doe hem dicht. Anders komt iedereen hier naar binnen. Zo, weer het raam inslaan. Zo naar buiten. Ik maak het ook weer. Zo, ga maken. Dit was het café. Hier zijn allemaal leuke bomen. Zie je, dit hebben we ook een beetje gezien. Hier kun je nog een beetje boven kijken. Hier. Dit is al een zwart pad. Maar kunnen we hier... Hier kunnen we hier naar beneden, maar er was ergens een gat waar je echt naar beneden kan. Oh ja. Oh ja, dit is een soort toren van Jasper. Jasper, sorry, maar je kan beter even de gewone andere knop erop doen. Even deze, die houten, want dan laat de deur op landen openstaan als je naar binnen wil. Zie, in dit geval hier ook liever het beste, is dat ook. Zo, hier naar boven. Zo, een chest, wat zit erin? Heb je nog wat in zit? Een paar dingen. Heeft hij erin zitten precies. IJzerstaf. En pompoen taart. Heeft hij er dus in zitten. Oké. Nou, dan gaan we hier weer weg naar beneden. Zo, deur open. Nou, het laatste stukje, dat is een riool onder de grond. Laten jullie dit zien. Zie je, zo naar beneden. Zo kan ik hier naar mee. Zo. Ik zit nou het riool onder de grond. Wat zie je? Je ziet ook dat het echt riool is. Zie je, kijk maar hoe mooi het is gemaakt. Nou. Dan ga ik hier door. Nou, voor jullie wordt het lastig mensen als je hier naar boven. Want dit water stroomt, dus dan kom je echt moeilijk. Wat zie je? Nou. En dan kan je hier gewoon even lekker lopen. Zo gaan we weer omhoog. En dan kunnen we daar ook nog door.
ik ga wat te snel via mijn fly speed daar. Even kijken. Oh ja. Ja, ze roepen me even, hè. Ook belangrijk. Zo. Dus. Even wat schrijven weer. Zo, nou mensen, dit was de servertour van vandaag. Nou, even iets belangrijks om die te melden is. De servers whitelisten. De servertour komt voortaan niet meer op zondag. De servertour is voortaan op een woensdag. Elke woensdag servertour. Dan wordt de video om 6 uur 's avonds geüpload dan. Elke avond om 6 uur. Nou, en wil je gewhitelist worden op deze? Kan ook nog. Die kan je via de applicatie aanvragen. Die we in de beschrijving hebben gezet van deze video. Kun je dan op de applicatie op de link drukken en dan je whitelist doen. Dus. En dan kan je de whitelist aanvragen daar via de applicatie. Dus. En zo, dat was het geval natuurlijk over de whitelist. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze video. En je weet het, whitelist kan aangevraagd worden via de applicatie. En natuurlijk, je kunt gewoon altijd, je geeft ook invites weg via live streams. En de servertour is voortaan elke woensdag om 6 uur online op ons kanaal. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben, deze video favoriet te toevoegen. Een leuke reactie in de comments te plaatsen. Of deze delen via Twitter, Facebook of iTunes. Nou, tot de volgende keer. Mijn volgende servertour. Doeg!